Lieve mensen met Christel, ik ga een liefdesreading doen voor jullie. Met boodschappen van je geliefde. Je kunt kiezen uit huisjes. Let me niet op mijn stem, want ik ben nog steeds aan het hoesten en doen. Dus ik hoop dat deze reading goed gaat. Blijf een beetje tobben met, er heerst ook van alles. Mijn man hoest ook namelijk. Dus blijf aan het hoesten. Maar dit is het eerste huisje wat je kan kiezen. Dit huis heeft heel veel dakkapelletjes met de deur. Veel aanbouwdingetjes en een boom. Goed, dit is de eerste groep. De tweede groep die je kan kiezen is deze met deze voordeur. Met boompjes, een mooi dak. En klim op hier. Ook bomen en struikjes. Wordt misschien moeilijk, hè, maar goed. Je moet toch een keuze maken. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Tot zometeen. Oké, eerste groep. Gaan kijken naar jullie kaarten over je geliefde. Ja, er zijn geheimen. Iemand vertelt niet de waarheid wat hij voelt. Misschien is dat een wisselwerking, misschien heb je dat ook niet verteld. Maar er is dus geheimen. Misschien ook wel geheimen tegen iemand anders, hè? Dat kan ook. Maar er is wel dus een aantrekkingskracht tussen jullie. Maar dat ga je aantrekken met de juiste persoon op de juiste tijd in jouw leven. Ja, dat regelt meestal het universum, hè? Dat je die persoon dan aan gaat trekken. Hè? Dus dat is echt wel een romance. En dat is aan de horizon, hè? Dus ze wezen open voor. Wijs het niet af als het komt. Er is aantrekkingskracht, hè. Dan hebben we hier, dus je hebt een bewonderaar. Iemand heeft diepere gevoelens dan ze laten weten. Kan oorzaak hebben dat deze persoon niet kan praten erover misschien. Misschien is deze persoon gebonden of iets anders, hè. Of wil het ook niet kwijt aan je, hè. Misschien naar ervaring gehad in de liefde, kan ook. Ja, je probeert te hard geven tijd, dus jouw geliefde moet de tijd nemen. Misschien jij ook wel, hè? Voor deze liefde duurt echt soms jaren. Tot grote frustratie van velen. het karmisch contract wordt beëindigd. Dus waar de liefde waar je op wacht, die zit misschien nog in een huwelijk. Maar je ziet, die roos wordt doorgeknipt. Is dat huwelijk ook? Huwelijkscertificaat. Dus er wordt iets doorgeknipt. Dingen lopen op het eind. En dan hier onderweg. Iemand gaat vertrekken uit een situatie. Dus iemand gaat, jouw geliefde, hè, gaat dus vertrekken uit een situatie wat hem dus belemmert om bij jou te zijn. Hij is onderweg, hè. Of zij, hè, voor wie je kijkt. Samen bouwen naar een mooie nieuwe toekomst. Dat gaan jullie doen. Dan hebben we iets donkere kaarten. I never want you want to see you again. You hurt me. Ja, er is het nog wel wat pijn, hè, van wat er gebeurd is tussen jullie. Misschien ben je weggelopen uit de situatie, hè, of jouw geliefde is weggelopen. Er zitten wel pijntjes en dat moet natuurlijk uitgepraat worden, hè? Verteld worden waarom en hoe of wat. Hè? Jullie hebben elkaar waarschijnlijk pijn gedaan. Hè? De een heeft de ander ook pijn gedaan misschien. Hè? Misschien is de ene weggelopen uit de situatie en En doet de ander weer pijn. Of andersom. In ieder geval, niemand maakt maak me zo zoals jij me doet, die gevoelens, hè, die,
Die heeft hij alleen bij jou, hè? Je bent de enige die dat bij hem aanwakkert. Je bent de beste die ik ooit gehad heb. Dus hij heeft nooit zulke liefde gevoeld eigenlijk. Komt omdat het waarschijnlijk goddelijke liefde is, hè? Het is geen gewone liefde. Dus de relaties waar jouw geliefde had, hè, die waren niet van hetzelfde niveau. Hè? Dit is veel hoger niveau. Veel dieper. Ja, jouw geliefde is wel een beetje bang om eerlijk te zijn tegen je. Maar ja, daar moet jouw geliefde toch wel niet bang voor zijn. Hè? Misschien bang dat jij hem afwijst of zo. Hè? Misschien is hij een beetje op zijn hoede. Misschien durft hij niet helemaal zich te uiten bij je. Maar dan moet je een beetje doorheen kijken. Hè? Goed, kijk hem. Ga niet weg. Hij wil niet dat je weggaat. Niet met een ander vandoor gaan, bijvoorbeeld. Ik luister soms te veel naar mijn hoofd en ego. Vergeet wat er in mijn hart speelt. Ja. Dus jouw geliefde moet eigenlijk meer naar zijn hart luisteren dan naar zijn ego. En niet te veel in zijn hoofd zitten, maar piekeren en piekeren. Ik heb dingen behoorlijk gesaboteerd tussen ons. Dat is niet oké. Dus er zijn wat dingen voorgevallen. Deze liefde heeft nog geen kans gehad, hè? Dus het kan zijn dat jij hem gesaboteerd hebt of andersom, hè? Misschien heeft hij jou ook wel gesaboteerd. Door niet te vertellen wat hij voelde. Misschien jij ook wel niet. Misschien waren jullie alle twee. Dat je dacht, ik ga het ook niet zeggen. Misschien is de een getrouwd of wat dan ook. Hè. Maar toch voelen jullie alle twee die liefde. Hè. Jouw persoon denkt aan je. Ja, het karmische wordt straks doorbroken, de karmische relatie. Hè. Dat zag je met Richard. Ja, geheim. Dus er is een geheim. Hè, dus er wordt ergens niet over gesproken. Misschien is er geheim tussen jullie, dat jullie niet uitspreken. Misschien willen jullie het niet uitspreken naar elkaar vanwege de situatie. Er is een geheim. Dus er wordt ook niet verteld. Misschien dat jullie verliefd op elkaar zijn. Dat soort dingen. Maar jullie zijn sowieso een geliefde. Hè? Jullie horen bij elkaar. Zes is ook de geliefde kaart in de tarot. Ja, er komt een nieuw begin. Kijk, ze is zwanger. Nul is een nieuwe start. Nieuw begin tussen jullie. Ja, er moet een keuze gemaakt worden. Karmische moet weg uit de situatie. Zie je vier handen. Er moet echt een keuze gemaakt worden. Geven en nemen moet in balans zijn. Het was niet in balans geven en nemen. Eén nam meer dan de andere. Hè? Ik zie twee spoken, dus misschien dat er iets rond Halloween gebeurt of zo. Hè? Ja, jouw geliefde hebt waarschijnlijk deze liefde niet toegelaten eerst. Hè? Van nee, ik hoef het niet. Misschien was jouw geliefde er bang voor. Dat er, voor de gevolgen. Hè? Misschien dat jij er bang voor was. Kan ook, hè. Koning van Zwaarden, ja, dan moet er duidelijk gecommuniceerd worden. Dit is een kaart van, ja, de barbecue is nou klaar, hè. Dus het vlees is klaar. Dus ja, er moet eigenlijk daadkracht getoond worden. Jouw persoon wil ook vooruit en ook communiceren waarschijnlijk met je. Hij is de koning geworden. Hij zoekt nog naar zijn koningin. En hier komt de wereldkaart. En dat betekent veranderingen. Dus dingen worden afgerond.
veranderingen, een nieuwe wereld instappen samen waarschijnlijk. Misschien een kinderwagen, ook zijn heel gezin hier. Dus ja, het was ook een zwangerschapskaart, ook een nieuw begin. En de wereld is ook een soort nieuw begin, hè? Dus dingen worden afgerond wat niet meer past. Die karmische dingen worden doorgeknipt. Ja, kan dus relaties zijn, maar ook andere dingen. Kan ook op werkgebied zijn, wat jouw geliefde moest leren om los te laten. Ja, dat soort dingen. Goed, dat was de eerste groep. Ik hoop je er wat aan had. Vergeet niet te liken en te abonneren op het kanaal. En te delen. Tot de volgende keer. Doei. Hallo, tweede groep. Jullie hadden dit huisje. Laten we kijken naar jullie kaarten. Ja, hij voelt wel leegte, maar hij moet niet binnenkomen om leegtes op te vullen. Hij moet eerst bewuste keuzes maken. Zelf helemaal zelfverzekerd zijn voordat hij binnen mag komen. Kan zijn dat hij verder weg woont. Maar liefde kent niet afstand. Het kan door tijd en ruimte heen gaan. Hè? De volgende kaart is... Ja, kan zijn dat er een feestje komt. Vrolijke tijden als jullie weer bij elkaar zijn. Dat jullie leuke dingen gaan doen. Nou, jullie willen elkaar wel vasthouden, zie ik hier. Ja, jullie mogen elkaar omarmen en een missende stukje vinden. Het laatste puzzelstukje. En hier ook een vrouw met allemaal hartjes. Ja, je moet soms dingen opgeven, het oude opgeven, zodat het nieuwe binnen kan komen. Laat gaan en het zal een goede uitwerking hebben. Dus misschien moet één van jullie of alle twee dingen overgeven aan het universum. Dus surrender. Dus ja, ik kan dingen niet veranderen dan alleen maar te zeggen van oké, ik leg het in uw handen neer. Hè? Kom een omwenteling. Er is iemand ontevreden in deze relatie. Dus het kan zijn dat jouw geliefde dus niet meer tevreden is in relatie waar, of een werk situatie kan ook, hè, of familiebanden. Komt in ieder geval onder omwenteling in een relatie waar jouw geliefde in zit. En dat is voor iedereen verschillend. Afdaling, met beide voeten terug op aarde komen. Ja, misschien was jouw geliefde te zweverig. Hè? Voor de omwenteling moet je natuurlijk wel goed op de aarde staan. Hè? Verslaving. En verslaving staat momenteel jullie relatie in de weg. Kan zijn dat er verslaving is bij sommigen, niet bij iedereen. Dat het ook verhindert om samen te komen. Kan werkverslaving ook zijn. Maar ook misschien, van alles, hè. Roken, drank, niet goed na kunnen denken. Misschien door drugs of weet ik het. Ja, jouw persoon wil gauw in actie komen. Dus... Geloof in mij, blijf in mij geloven, zegt jouw persoontje. Werk hard misschien aan zijn verslavingen om eruit te komen. Want niemand anders kan met jou vergelijken. Hè? Dus niemand is zo goed als jij eigenlijk in zijn leven. Dus er is geen, ik kan jou met niemand vergelijken, want jij bent veel beter als iemand anders ook in zijn leven. Maar het kan ook zijn dat hij verslaafd is aan andere vrouwen, hè? Dat je denkt van toedeloe, ik wil jou niet. Hè? En dan heb je natuurlijk over nagedacht en dat hij dacht van, eigenlijk is zij uniek, hè. Ja, hij heeft heel veel pijn misschien op het ogenblik, hè? Maar
Dat belemmert hem om nu zijn hart aan open te stellen. Maar dit komt wel goed, hè? Het is alleen een kwestie van actie ondernemen en uit die pijn komen. Misschien zit jouw geliefde even in een diep dal. Ik wil je alles geven, zegt hij. Je voelt als thuiskomen. Hij wil ook thuiskomen, hè? Want jij bent uniek eigenlijk, hè? Van alle mensen, alle vrouwen of mannen, hè, van wie je kijkt. Die jij tegen is gekomen. Hij voelt zich ook alleen. Ook al zit hij in een relatie, hè? Hij voelt zich toch alleen zonder jou. Ik wil je kussen. Ja, de fysieke aantrekkingskracht is er, hè? Dus jouw geliefde wil je kussen. Ja, hij voelt zich koud zonder jou. Misschien dat jullie in de winter samenkomen. Hij gaat zich helemaal opreizen. Kijk, hier staat hij. En dan gaat hij gaat echt veranderen. Uit verslaving en dat soort dingen. Daar wordt hij al bij geholpen door het universum. Want hij heeft verdriet. Hij mist jou heel erg. Hij kan in elkaar kruipen van verdriet. Van wat heb ik gedaan? Wat ben ik stom geweest? Ja, hij gaat dit alles overwinnen. Alle obstakels die hij gehad heeft. Dus hij gaat steeds een stapje verder op die trap, hè. Met een emmer of een reinigingsproces zie ik hier ook in. Dus hij reist er eigenlijk bovenuit, hè, met deze kaarten herreizen. Hè. Hij gaat beslissingen nemen, dus dingen doorsnijden die niet meer passen. Komt een nieuw begin tussen jullie. Ook met communicatie. Hè. En het kan zijn dat hij dan heel snel vooruit gaat. Hè. Wordt hij alles achter zich laat, de verslavingen en dat soort dingen. Kan zijn dat hij verder weg woont. Maar hij komt naar je toe. Misschien per vliegtuig. Hè. Hij krijgt een torenmoment, dingen gaan instorten. Maar het is echt wel ten gunste van deze relatie, omdat het andere niet meer past waarschijnlijk. En dan krijgt hij de stabiliteit weer. Hè? Dat is misschien ook financieel stabiel. Is hij die koning? En dan draagt hij die mooie kroon. Hè? Dat kan zijn dat hij rookt. Hè? Ja, twee keer over roken hebben we hier. Hè? Zie je natuurlijk een huisdier. Maar hij gaat stabiel worden. Hij gaat weer helemaal stabiel worden, ook financieel. Dus hij wordt daarbij geholpen door het universum. Hè? Als het universum wil dat jullie bij elkaar komen, gaan ze dan alles doen om dat ook voor elkaar te krijgen. Hè? Door hem ook tekens, dromen, ook voor jou te geven om samen te komen. Hè? Goed, dat was de tweede groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!